Meneer Guido Eggermond, u bent voorzitter van... De Sociëteit tot Nut en Vermaak. De Sociëteit tot Nut en Vermaak. Tot wiens nut en tot wiens vermaak? De Sociëteit tot Nut en Vermaak is een herensociëteit. En die is 200 jaar geleden opgericht met twee doelstellingen. Eén doelstelling was voor heren een ontmoetingsplaats te creëren... waar ze over van alles nog wat konden praten... waar ze onder elkaar een glas konden drinken... en wat in principe niet toegankelijk was voor anderen. Voor vrouwen dus? Bijvoorbeeld voor vrouwen. Maar alleen dus voor de eigen leden. Het tweede doelstelling van de vereniging was... om het culturele leven in Almelo te bevorderen... door zalen beschikbaar te stellen voor toneelvoorstellingen... voor koren, voor muziekgezelschappen, voor lezingen... om ter lering van de burgers in Almelo, om daar iets voor te kunnen betekenen. Het is verheugend om te kunnen zien dat we dat al die 200 jaar serieus gedaan hebben. We hebben daar op een gegeven moment zelfs een heel gebouw voor gebouwd. Om beneden als heren onder elkaar... die beroemde gesprekken en dat glas te kunnen heffen. Terwijl de hele bovenverdieping zalen besloeg waar mensen toneelstukken konden bezoeken of vergaderingen konden houden. Er is zelfs een korte tijd een bioscoop geweest in ons gebouw. Ja. Toen de Schouwburg heel erg verliesgevend werd en de gemeente dat eigenlijk niet meer kon betalen, toen is het opgegaan in het nieuwe theaterhotel, waar de Schouwburg nog steeds ingevestigd is en waar de sociëteit, die altijd beneden zijn vergaderingen had, nu op de vijfde verdieping een ruimte heeft gekregen, vergelijkbaar qua grootte. En wij hebben dus eigenlijk meegewerkt om het mogelijk te maken dat Almelo nog steeds een schouwburg heeft. Dat de herensociëteit nog steeds een plaats heeft waar ze kunnen ontmoeten. En waar het theaterhotel er ook voor zorgt dat die stimulans voor cultuur in Almelo plaatsvindt onder hun leiding. In de Schouwburg. Wat we als herensociëteit nog wel heel veel doen, is dat we nogal veel leden hebben die een rol spelen in besturen van culturele instellingen of van instellingen tot nut van het algemeen in Almelo en in Twente. Dus indirect dragen we als vereniging daar ook zeker nog ons steentje bij, maar zo direct als het vroeger was. Dat wij de Schouwburg beheerden, nee, dat doen we niet meer. Nu is het een mooi netwerk geworden. Ja, ja, ja. Nou, en u bent toch vereerd, hè, vandaag? Ja, we zijn buitengewoon trots natuurlijk en verheugd. Het is natuurlijk sowieso prachtig om te zijn bij een vereniging die 200 jaar bestaat. En dat de burgemeester ons kwam verblijden met en de erepenning van de stad en de koninklijke penning... Ja, dat stemt tot hele grote tevredenheid en trots. Ja.